ben Femke van Erptamelkip en ik ben orthopedisch chirurg in het Juliana Kinderziekenhuis. Heeft uw kind platvoeten? Dat is meestal helemaal niet erg. Bijna alle kinderen hebben platvoeten als ze beginnen met lopen. Soms staan de enkels ook naar binnen. De kans is groot dat de platvoeten vanzelf verdwijnen als het kind ouder wordt. Bij de leeftijd van 10 jaar zijn de voeten meestal niet meer plat. Heeft u als ouder zelf ook platvoeten? Dan is de kans groter dat uw kind ook platvoeten houdt. Bij jonge kinderen is de voet platter dan bij grotere kinderen en volwassenen. Dit komt omdat het vetkussentje onder de voetboog bij hen dikker is. Het kussentje vult de voetboog op. De spieren en banden in de voet zijn nog niet genoeg ontwikkeld om de voetboog goed te vormen. Daardoor zakt de voet wat in als het kind staat. Een kinderplatvoet is soepel. Dit is goed te zien als het kind op schoot zit of op de tenen gaat staan. De voetboog is dan wel goed te zien. Kinderen hebben zelf meestal geen last van de platvoeten. Een behandeling is bijna nooit nodig. Steunzolen veranderen de ontwikkeling van de voet niet. Schoenen met stevigheid rond de hiel kunnen wel helpen om de voet te ondersteunen. U hoeft zich geen zorgen te maken als uw kind geen pijnklachten heeft aan de voeten. Of als er een voetboog zichtbaar is als het kind op de tenen staat of zit met loshangende benen. U kunt erover nadenken naar de huisarts te gaan als uw kind pijnklachten heeft aan de voeten, als uw kind blaren of drukplekken op de voeten krijgt, ondanks schoenen die groot genoeg zijn, als de voet heel stijf aanvoelt of als er een duidelijk verschil tussen de rechter en de linkervoet bestaat. Twijfelt u na deze uitleg of de stand van de voeten van uw kind normaal is? Uw huisarts kan goed inschatten of het nodig is om een gespecialiseerde fysiotherapeut of orthopedisch chirurg in het Juliana Kinderziekenhuis te bezoeken.